had wel even dat mijn keel even dicht zat. Sarah, bedankt voor deze prachtige bijdrage aan het programma. Onze volgende spreker is LRE-bestuurslid Gerrit Dijkema. En van Gerrit Dijkema kan gezegd worden dat hij een meer dan normale belangstelling heeft voor de verhalen van de Tweede Wereldoorlog. Behalve dat hij bestuurslid is van de LRE, is hij dat ook nog van WO2 GLD en directeur van TEFAL, Toerisme Veluwe Arnhem-Nijmegen. May I have your attention please for LRE board member Gerrit Dijkema. And dear ladies and gentlemen, I'm delighted to be here as a board member of the Liberation Route Europe Foundation to unveil a factor of memory with you. 14 years ago, in the autumn of 2008, we presented the Liberation Route Europe in the Arnhem-Nijmegen region. This was an initiative of the Regional Tourist Board and three war museums, which is intended to link the area's war story to tourism. There are 23 listening places where you can listen to what happened there through your mobile phone. One of those listening places tells the story of the Waal crossing in 1944 by your predecessors of the 82nd Airborne Division. Today we unveil a vector of memory that shines a spotlight on this key event of the liberation. I hope that you, our American guest, do not mind that I continue in Dutch. You have received a translation of my speech, and if you have any questions, you will know where to find me after the unveiling of the vector of memory. Zoals gezegd, in 2008 startte de Liberation Route. Nu, bijna 14 jaar later, is de Liberation Route uitgegroeid tot een Europees project. Bedoeld om herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden en de waarde van vrijheid door te geven aan jongere generaties. En dat laatste is helaas actueler dan ooit. Toen wij in 2008 begonnen, droomden al mensen van de Liberation Route. Als een moderne pelgrimsroute zoals de Camino naar Santiago de Compostela. Wandelen in de voetsporen van de bevrijders. En onderweg stilstaan bij de verhalen en plekken die ons herinneren aan de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. Die moderne pelgrimstocht is er gekomen. Met partners uit heel West-Europa werken we aan een netwerk van meer dan 10.000 kilometer aan wandelroutes langs musea, monumenten, begraafplaatsen en andere historische plekken. Met lange doorgaande routes, bijvoorbeeld van Londen naar Berlijn, maar ook themaroutes voor een week, bijvoorbeeld de Market Garden route. Die komt ook door het Rijk van Nijmegen en volgt het gerenommeerde airbagpad van wandelvereniging OLAF. We bieden ook korte wandelingen aan, om op zondagmiddag te herinneren, te genieten van de omgeving en vooral ook te genieten van de vrijheid. Bijvoorbeeld het wandelommetje Nijmegen in Oorlog. Op de website van de Liberation Route en op de apps van de Liberation Route kunt u al die routes zien. En onderweg krijgt u om de paar kilometer te zien of te horen wat er op die plek gebeurde. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Routes en alle informatie zijn in het Rijk van Nijmegen gemaakt door historici van het informatiecentrum WO2 en het Vrijheidsmuseum. Dat hele Europese wandelnetwerk markeren met paaltjes is niet mogelijk. Daarom hebben we op onze website van de Liberation Route en op onze apps een routeplanner die je de weg toont. Op iconische plekken komen vectors of memory. Monumentale wegwijzers in vier uitvoeringen ontworpen door de Amerikaanse architect Daniel Liebeskind. En niet alleen heeft hij een persoonlijke verbinding met de Tweede Wereldoorlog en zijn Joodse achtergrond, maar hij is ook bekend van zijn ontwerpen voor het Joods Museum in Berlijn en het Holocaust-namenmonument in Amsterdam. The vectors zetten de schijnwerpen op belangrijke John Gorka. And her second song is a song that she wrote herself and it's called I Saw a Boat. En op een later moment zal ze ook nog in het informele deel spelen. Hanne, als je er klaar voor bent.